Dag lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het prima. Ja, gaat gewoon lekker. Het is wel ongelooflijk trouwens. Ik had laatst de Maza, weet je, die kikkererwtenband en zo, had ik gereviewd. Hele doos van gekregen, omdat ik positief over ze was. Dus onthoud dat. Aan andere merken. Kan best hoor. En laat eerlijk zijn, ieder mens is onkoopbaar. Ook jantje. Wat zit er onder het doosje? Dat heeft ons al een beetje opgestuurd. Laat even kijken. Ah, een zak Mackie Snackie. Maar wat zit erin? Om te beginnen, denk ik een kleine 300 servetjes. Wat dat gezeur dat uit van McDonald's. Van, ja, we denken aan het milieu. Hoe denk je dat ik eet? Dat is een soort debiel of zo. Dat ik 600 servetjes nodig heb. Niet leuk voor het milieu. We hebben de quarter pounder. We hebben de hamburgwesa. En we hebben de Big Mac. Ah, het is gewoon een traditionele hamburgers review. Nou, daar zijn we helemaal niet vies van. Huh? Ik kan het altijd nog uitspugen en opvegen met een van de 6 miljard servetten. Wat eet ik wel? Ik eet wel eens de Big Mac. Ik eet niet zo heel vaak bij de McDonald's. Ondanks dat mensen denken dat ik heel veel bij de McDonald's eet. Omdat ik nogal gevuld ben. Maar dat heeft niks te maken met deze dingetjes. Maar meer te maken met... Goed, doe er niet toe. Big Mac, zo'n hamburgertje, dat had ik vroeger toen ik 10 was. En één keer in het jaar een Happy Meal mocht. Want ik mocht namelijk van mijn ouders nooit bij McDonald's eten. Want dat vonden ze ordinair. En hier heb je de Quarter Pounder. Ja, eigenlijk een beetje saaie hamburger. En sinds die debiel van hem, die Tim, dat liedje Counter Pounder heeft gemaakt. Ben ik er een beetje op uitgekeken. Maar dat maakt niet uit. We gaan proeven, we gaan kijken, we gaan ruiken, we gaan zien wat erop zit. Dan begin ik wel met de kleinste en dan werk ik van klein naar groot. Dat is gezellig. van McDonald's. I'm loving it. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg gek op. En dat is niet eens een leugen. Het hamburgertje, het gewone hamburgertje. Dat ziet er al uit alsof er iemand heeft opgezeten. Maar wat zit er nou eigenlijk op? Nou, 2 plakjes augurk, een beetje ketchup, een stukje vlees van een centimeter, nou ja, van een millimeter of 5. En hier hebben ze 3 stukjes ui opgemieterd. Er staat eigenlijk helemaal geen ene ruk al voor, die hamburger. Toch maar even proeven. Twee lullige plakken augurk. Dat is jammer. Servetje, nu ze het toch hebben. Wat vind ik nou van het gewone hamburgertje? Punt 1. Het broodje. De bun vind ik een beetje... Beetje niks. Dat is ook helemaal niks. Dus gewoon een heel slap, wit, plat bolletje. Het vlees is eigenlijk ook een beetje smakeloos. Wat je wel proeft is de saus, ketchup. Een heel klein beetje de augurk. En dat was het dan. Stelt eigenlijk helemaal geen ene moe voor, die hamburger. Maar wel vervelend dat ik heb afgesproken om af te vallen en dat ik net zo'n mini hamburger in mijn kies heb gedouwd terwijl ik hem niet lekker vond. Dat kan anders. De gewone hamburger is niet helemaal mijn ding. Ik moet even wat drinken om het een beetje weg te spoelen. En bij hamburgers drink je natuurlijk cola. En in mijn geval cola zero. Omdat ik namelijk een beetje te dik ben. En mensen die een beetje te dik zijn, die denken, weet je wat, ik drink cola zero, dat gaat vanzelf weg. Is helemaal niet het geval. De meeste mensen die light producten gebruiken zijn zelf een modder vet en zullen nooit slanker worden. Maar goed, een beetje jezelf in de maling nemen, hoort er ook bij. De quarter pounder is natuurlijk precies wat het zegt. Het vlees is hier een kwart ponder, dus 125 gram. Daarom ziet het er ook uit in één keer als een hamburger van vlees. Waar dat hele kleine hamburgertje zo'n stukje vlees heeft, heeft het hier wat meer. En wat zit er nog meer op?
ketchup, weer 2 plakjes augurk, een plakje kaas. En hier zijn de uien ietsje groter. Oh, en ik krijg hem niet van... Oh, en onder het broodje zit ook nog een plakje kaas. Maar dat zit een beetje aan elkaar vastgeplakt. Dus 2 plakjes augurk, ketchup, wat hardere uien en het vlees wat groter. De vraag is natuurlijk... Smaakt die dan zoveel anders, behalve dan die kaas, dan de gewone hamburger? Want... Eigenlijk scheelt er helemaal niks aan vergeleken met het andere hamburgertje. Behalve dat er wat meer vlees op zit. En de antwoord daarop is ja. Want omdat er 125 gram rundvlees op zit, smaakt deze hamburger naar vlees. Ja, dat is misschien een beetje vreemd. Maar die smaakt naar saus en deze smaakt naar vlees. Als zich vind ik 2 stukjes augurk nog steeds heel erg weinig, maar dat zal ook niet zo zijn. De kaas, dat noemen ze zelf waarschijnlijk cheddar. Nou, in Amerika durven ze dat niet eens, dan noemen ze dat American cheese. Het heeft eigenlijk helemaal niks met kaas te maken. Het is een soort blubber. In eerste instantie is het een vierkant plasticje, dan pleur je ergens op en dan gaat het blubberen. En dan kan je dat kaas noemen. Maar eigenlijk is het helemaal geen kaas. Cheddar is het sowieso niet. Deze is wel lekkerder dan deze. Maar eigenlijk is het nog steeds niet een hele lekkere hamburger. Deze vreet ik niet helemaal. Maar anders zie ik de comments alweer volstromen. Je zou toch afvallen, vreetje. Kijk, ik begrijp ook wel dat McDonald's die dingen niet vers staat af te bakken. Als ik toeterend in die rij sta te wachten op mijn troep. Dus dat ligt allemaal onder een warmhoudplaatje. Snap ik allemaal prima. Hè? Dus dat het niet echt zo van het plaatje, van het grillplaatje afkomt. Maar die hamburger, ja, die ligt daar niet veel langer dan 10 minuten. En toch heb ik het gevoel dat hij... Dat het uit een fabriek komt. Het is niet... Het is geen vrolijke hamburger die, dat je denkt van... Ah, die heeft er zin in. Zoals je bijvoorbeeld... Wel... Bijvoorbeeld bij de Febo heb je de grillburger. Daarvan proeft het wel alsof die net is gebakken... En waar iemand er heel erg blij was om dat te maken... Daar lijkt het ook net vers, terwijl het waarschijnlijk ook al 1,5 uur in het luikje ligt. Hier lukt dat niet. Het blijft... Godverdomme, heb ik dat ding alsnog zitten op zitten vreten. Nou, het vervelende is dus dat we hebben het kleine hamburgertje. Vond ik niet zo heel erg lekker. Op. En daarna de quarter pounder. Was ik iets meer tevreden over, maar nog steeds niet heel blij. Op. En nu begin ik dus aan de Big Mac. En dat is dus... Eigenlijk de burger die ik wel lekker vind. Dus die eet ik ook op. Morgen maar beginnen met het dieet dan. Wat zit er op de Big Mac? 2 stukjes vlees van dezelfde dikte als op het gewone hamburgertje. Dus echt niet zeggen veel. Hier heb je weer een paar blokjes ui. Weer 2 plakjes augurk. Dus als je 3 burgers hebt waarvan er standaard 2 plakjes augurk op zit... Kun je ervan uitgaan dat het geen foutje was, die 2 pakjes augurk. Dus dat alles 2 pakjes augurk heeft. Een beetje ijsbergsla. Dan de Big Mac saus. Dat is een bekende Big Mac saus. Hier weer 4 klontjes zogenaamd afgebakken ui. Dan op weer een plakje kaas. Dan weer wat Big Mac saus en sla. Ook op de Big Mac dus 2 pakjes augurk. En 1 plakje van die zweetkaas. En nou ja, waarom is dit dan wel lekker? Daar weet ik het antwoord al op. De Big Mac is wel lekker vanwege de Big Mac saus. Ja. Want het broodje is net zoals die rest. Beetje droog. Het vlees, dat zijn 2 van die kleine pakjes. Dat proef je eigenlijk niet. Nou, van de augurk hoef je het ook niet te hebben. Dus wat maakt dit nou zo lekker? Ja, dat is dus die Big Mac saus.
En wat zit er in die Big Mac saus? Ik heb dat ooit een keer op internet gezien, dat iemand dat namaakte. En dan komt er eigenlijk op neer dat mayonaise, mosterd, een beetje ketchup, er zit ui in, fijne augurk, dat soort dingetjes. Heel veel kruiden, azijn. En die zout maakt de Big Mac dus wel lekker. Het punt natuurlijk wel van de McDonald's is dat als je het helemaal op hebt, als je er klaar mee bent, dat je denkt, ik weet niet of ik dit had moeten doen. Nou ja, die is gelukkig ook weg. Dan rest mij niks anders dan te zeggen, tijd voor de cijfertjes. De grote grap is dus dat we van klein naar groot nu gaan. Dat hebben we met eten gedaan, maar ook met cijfers. En het komt niet omdat Jan heel graag hele grote dingen eet. Wat overigens wel zo is. Maar dat heeft meer met smaak te maken. Het gewone hamburgertje is eigenlijk helemaal geen ene moe aan. Behalve dan ja, dat de ketchup wel lekker is. Maar ja, dan kan je net zo goed een likje ketchup nemen. Aanzienlijk stelt er geen reet voor. Vlees proef je niet. En die twee pakjes augurk valt me tegen. Heb weinig aan. Nou, deze, de quarter pounder, die proef je meer omdat er meer vlees op zit. En dan hebben ze ook van het plakje van de vieze kaas, twee augurkjes ook. Maar ja goed, het blijft gewoon niet heel erg smaakvol. Degene die wel smaak heeft, is de Big Mac. En dan komt er een Big Mac saus. Omdat er namelijk precies dezelfde rotzooi op zit als bij deze. Dus wat is de verandering? Nou niet omdat er op een gegeven moment een extra stukje brood tussen zit. Want het brood is namelijk ook smakeloos. Dus de enige met echt een beetje smaak is deze en dan komt er de saus. Nou, lekker dan. De gewone hamburger, die krijgt van mij een 5. Meer is niet waard. Denk daar maar eens over na. De quarter pounder is meer waard omdat je het gevoel hebt dat je een hamburger eet. Waarschijnlijk ook omdat er vlees op zit, wat opeens naar vlees smaakt. Wat het gewone hamburgertje zeker niet heeft. Deze krijgt een 6, want aan zich is de smaak... Nou, ook niet echt zo fantastisch. Ja, zout en weer ketchup. En heel ver in de verte een beetje ui en ook een beetje augurk. Meer is het niet. Dus dit is meer een 6 niet waard. De Big Mac krijgt van mij een 7. Omdat eigenlijk is het enige wat het lekker maakt, die godvergeten Big Mac saus. En dat is knap en dat is leuk en dat is hartstikke lief. Alleen, het is een aardig product. Maar niet om echt een hele lange brief naar huis te schrijven. Dus een 7'tje, dat is prima. Oh, het zweet begint nu uit te breken. Ik denk dat de chemicaliën zo langs mijn maagje hebben bereikt. Maar dat maakt niet uit. Dus 5, 6, 7 voor de McDonald's. Nou, als ik McDonald's was, zou ik hier niet blij mee zijn. Maar goed, ik ben McDonald's niet. Ik ben gewoon een dikke consument.